Ja, Jan, dus even wennen deze week op het trainingsveld met 3 punten in de zak. Dat was je nog niet gewend? Nee, 3 punten niet. Maar nou ja, goed, de groep is wat completer en fitter. En ja, goed, dan is zo'n week wel heel plezierig als je thuis een strijd gaat winnen. We hadden ook een tijd niet gespeeld, hè? Zeker hier in Deventer niet. Dus nee, dat is een prima sfeertje en ja, daar moeten we nu een vervolg op geven. Wat gaat dan gebeuren uit tegen Volendam? Hoe staat je ploeg ervoor? Ja, we hebben alleen Suk nog wat last van de rug, maar ik verwacht daar geen problemen bij. Dus eigenlijk als je ziet wat we vandaag op trainen hebben, ja, dan is dat heel plezierig om iedereen op het veld te zien. Maar ook met de juiste instelling en ook het niveau waarop ze acteren op dit moment. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen voor het weekend. Zowel Go Ahead Eagles als Volendam beleeft een moeilijk seizoen, hè? Allebei onderaan in het rechterrijtje. Wat voor een wedstrijd verwacht je daar aan de dijk? Nou ja, wel twee ploegen die de laatste weken wat beter in vorm raken. Wel ploegen die natuurlijk ook aan hun stand en ook eigenlijk als club verplicht zijn om wat hoger te staan. Dus wat dat betreft denk ik op de kunstgras dat het een hele interessante partij gaat worden. Maar ik denk dat beide ploegen voor de winst zullen gaan en wij gaan zeker voor de winst weg. Want wij willen wel een vervolg geven op de eerste wedstrijd. Je hebt er een nieuwe speler bij gekregen, een Braziliaan aan de linkerkant, Bruno Andrade. Wat zijn je eerste indrukken van hem? Nou ja, allereerst dat hij fit is. Hè. Hij is wedstrijdfit, dus dat is al een voordeel. Maar je ziet dat hij heel vaardig is. En ook de manier van spelen, hè. Het is een technische speler. Dus het is een jongen ook die hard wil werken. En dat zien we ook niet alleen op het veld, maar ook in het krachthonk. En ziet er fit uit, afgetraind uit. Dus hij brengt ook wel wat extra kwaliteit mee. Dus voor de ploeg heel plezierig dat hij is aangesloten. Gaat hij ook al spelen tegen Volendam? Nou, we zijn wel voorzichtig. Hij is er een week bij nu. Dus we kijken dat aan. Nee, hij zal er zeker niet spelen. Dat is ook voor ons geen reden om veel te wisselen na deze wedstrijd tegen MVV. Maar hij zit bij de selectie en je kan hem elk moment brengen. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Je traint ook weer even met Langendijk op linksbuiten. Is dat een optie tegen Volendam? Ja, nou goed, we weten wat iedereen kan. We proberen ook iedereen uit, hè. Want we wisten dan vandaag dat we met Suk wat voorzichtiger moeten zijn. Ja, voor hetzelfde geld gaat het een keer niet. Dus je wil alle opties openlaten. Maar in principe, als de groep fit is, speel je met dezelfde. En mochten we wat veranderen, dan weten we nu waar de kracht ligt van de spelers. Je hebt natuurlijk een best wel rumoerige winterstop gehad met veel jongens die vertrokken zijn en veel jongens die erbij gekomen zijn. Is het een beetje klaar nu wat jou betreft qua inkomende en uitgaande spelers? Nou ja, we hebben steeds gezegd, we loeren altijd op buitenkansjes. Hè. Andrade kwam in één keer voorbij, dat is ook een buitenkansje. We weten het nooit, hè. Zolang het nog geen 1 februari is, weet je dat niet. Aan de andere kant zeggen we wel van, we willen alle posities dubbel bezet hebben. Dat hebben we zo langzamerhand. De groep is fitter aan het worden, dus de concurrentie wordt automatisch groter. Dus ik ben er heel blij mee, maar mocht er nog een keer wat gaan gebeuren, dat zal Go Ahead het altijd attent zijn. Maar het is nu niet zo dat we na elke wedstrijd gaan roepen van nou, we moeten er nog 3 bij hebben. Dat is flauwekul. Ja, dus wat jou betreft is deze selectie op dit moment prima zo? Nou, de selectie ziet er goed uit. Als iedereen fit is, dan, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè. We hebben tijd aan niet alle fitte mensen gehad. Ketting is ook weer terug. Nou, als Groenbast ook nog aan gaat sluiten, ja, dan zou het helemaal fantastisch zijn. Dus ik ben op dit moment heel blij met de selectie, maar ook met de inhoud van de selectie.